Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Dat hier zo op de duikleegaan wordt gelegd. Dat we drie hoog gaan stapelen, 2 meter breed. Om ervoor te zorgen dat hier het spelwater stopt. En dat het achtergebied beschermd is. En dat loopt tot aan de rode vrachtwagen. En bij de giertank daar, bij de boer, daar zitten ook nog wat punten waar de dijk slecht is. En dan een stuk verderop het weiland nog in. Maar bij de giertank komt het losse zand? Daar komt losse zand op een doek. Daar hoeven wij niet veel... Ja, de meer eigenlijk hier komt gewoon een doek in. Ja. Dus wij gaan vanaf hier ook beginnen. En tot aan de rode vrachtwagen. En dan is het geregeld. Kijken we dan hier op. Is weer anders. Dus wij houden hier vanuit Hollandse Delta het hele gebied houden we 24 uur per dag houden we dat in de gaten. En dat doen we op 2 manieren. In de eerste plaats door goed het aflezen van de waterstanden en de pijlen in de polder. En in de tweede plaats doordat onze collega's dagelijks de dijken afrijden, de polders doorrijden. En op het moment dat daar iets misgaat of dreigt mis te gaan, dan nemen ze maatregelen. Wij hebben natuurlijk gewoon onze eigen taken en wij doen super ons best om alles goed te houden. Maar ja, tegen overmacht valt er weinig te doen. En dan is steeds meer vragen we ook van inwoners en bedrijven en burgers zelf om maatregelen te nemen. En dat denk je van, het is heel moeilijk, maar dat is het niet. Want bijvoorbeeld een stopcontact op plinthoogte of een stopcontact op deurknophoogte, dat kan het verschil maken tussen elektriciteitsuitval. Wat verwacht jij voor de komende dagen nog? Want het water gaat wellicht nog stijgen. Ik verwacht dat het iets gaat stijgen, maar niet dramatisch. Ik zulk weer en we kunnen gewoon ons bootje gebruiken om mee te recreëren. Ten slotte wil ik nog even niet ongenoemd laten dat 15 van onze collega's in Limburg, in het Limburgse Horst, aan de bak zijn. Ze helpen daar samen met andere waterschappen uit het Nederland om Limburg de zandzakken te vullen, zodat het leger daar die extra dijken kan aanleggen of dijken kan versterken. Arco, je stelt me hiermee gerust, want dat is een teken dat jullie capaciteit over hebben en daar hulp kunnen bieden. Ik hoop dat die hulp goed terechtkomt. En dank voor jouw bijdrage en heel fijn dat je ons gerustgesteld hebt. Jij zei zelf al, de laarzen kunnen in de uitverkoop maandag, heb ik begrepen. Ja,